De volgende reeks oefeningen zijn een aantal oefeningen die gemakkelijk in je opwarming verwerkt kunnen worden, zowel tijdens een training als bij een wedstrijd. Heel belangrijk, start niet vanaf nul met deze oefeningen, maar probeer eerst een tiental minuutjes rustig losgelopen te hebben vooraleer je de oefeningen gaat starten. Oefening 1 is eigenlijk de skipping. Daarbij gaan we met korte bewegingen de knieën omhoog brengen en gaan we de armen telkens gekruist mee gaan bewegen. Probeer te focussen op een snelle uitvoering van de knieën omhoog te brengen en niet zo snel vooruit te gaan. Een tweede oefening is de hakbil. Dan gaan we exact hetzelfde doen, maar gaan we eigenlijk onze hiel tegen het zitvlak brengen in plaats van de knie echt omhoog te brengen. Je kan dit doen met de handen vanuit de heupen, maar je kan dit eigenlijk ook perfect gaan doen door je handen gekruist mee te gaan bewegen. Als derde oefening hebben we dan ook opnieuw de bouncing. Die vond je ook al terug bij de pliometrie. Hierbij gaan we op de toppen van onze voeten of de bal van onze voet vooruit gaan bewegen. Ook deze kan je eventueel met gekruiscoördinatie in de armen gaan doen.